Leerkrachten van verschillende scholen uit Latour hebben aan de voorzitter van de Nationale Assemblée, Jennifer Geerlings-Simons, een petitie aangeboden. Hierin wordt aangekaart dat de leerkrachten en leerlingen van de scholen te Latour het veiligheidsgevoel kwijt zijn. Nadat ze de afgelopen tijd zijn opgeschrikt door roofovervallen waarbij leerkrachten en leerlingen slachtoffer zijn geworden. Het doel van de petitie is om aandacht te vragen voor het veiligheidsgevoel op de scholen. Sharon Rogers, schoolleider van de Sint Cecilia School, die de petitie voorlas, geeft aan dat door de directeur van het ministerie van Onderwijs na een bezoek aan de verschillende scholen woensdag beveiliging op al de getroffen scholen is toegezegd. De leerkrachten melden dat hiervan, tot hun grote teleurstelling, nog niets van te merken is. Ze benadrukken dat het erg belangrijk dat de schoolomgevingen is waar iedereen zich veilig voelt. Aan de voorzitter werd gevraagd via de Nationale Assemblée er alles aan te doen om te zorgen voor de veiligheid op alle scholen. De leerkrachten hebben na 2 uren wachten de petitie kunnen aanbieden aan de assembleevoorzitter. Hiervoor werden zij aangewezen door de beveiliging van DNA buiten de poort te wachten. Een agent die ook op locatie was, probeerde samen met enkele assembleeleden de beveiliging op andere gedachten te brengen om de leerkrachten uit de regen te laten gaan. Veiligheid waarborgen. Er is concreet gevraagd naar permanente gewapende beveiliging van de leerkrachten en leerlingen op en rondom de scholen van 6 uur 's morgens tot 3 uur 's middags. Ook willen de leerkrachten en leerlingen permanente en zichtbare surveillance rondom de scholen en camerabeveiliging op de verschillende scholen. Verder is gevraagd om begeleiding van de getraumatiseerde leerkrachten en leerlingen. Simons gaf mee dat petities normaal niet als spontane actie worden aangeboden, maar met overleg. Zodat het voorbereid kan worden, de leerkrachten hebben lang moeten wachten. Simons zegt dat iedereen opgeschrikt is door iets dat niet eerder is meegemaakt. Daarom is er direct in contact getreden met de regering. Het is een ingewikkeld vraagstuk en ze hoopt niet dat het een nieuwe trend is. Behalve het trauma waarmee de gebeurtenis van beroving gepaard gaat, is de andere kant is echter de mogelijkheid tot copycat crimes, waarbij mensen die het idee niet zelf hadden. Dit nu wel hebben, zegt Simons, het Nationaal Leger zal helpen met de beveiliging, hoewel het niet de bedoeling is dat de gewapende macht op scholen moet zijn om leerkrachten en kinderen te beschermen. Maar in de acute fase moet hier wel op worden ingespeeld. Simons geeft aan dat met onderwijs besproken is dat alle scholen wachters horen te hebben. Zowel justitie en defensie hebben toegezegd dat de scholen 24 uur per dag bewaking zullen hebben, zegt Simons. Ze gelooft en hoopt niet dat het in Suriname zo ver komt, zoals in andere landen. Dat je hele politiemachten op scholen moet hebben om kinderen veilig te houden, maar dat het een incident is. De petitie wordt ook doorgeleid naar de regering, de scholen die de petitie aanboden zijn. De Sint Cecilia School, de LBO Hockeyschool, de Mulo Hockeystraat, OS Hockeystraat en N2 OS Mastklimmenstraat, Mulo Latour I en N2 LBO Latour en HPG Latour.